De oplettende voorbijganger weet het al een tijdje. De hef staat in de stijgers. Eerst wordt de zuidelijke kant van het monument gerenoveerd. Binnenkort is ook de noordzijde aan de beurt. En zoals het hoort bij een monument, trekt de opknapbeurt veel bekijks. Dit is Henk, 77 jaar en groot fan van de hef. Hij arriveert vandaag in veiligheidskleding. In de hoop dat hij even op het bouwterrein mag kijken. Ik ben gewend als je op zoiets terechtkomt dat je dan uit moet kijken, dat je niks op je kop krijgt. Je moet ook van die stalen neuzen in je schoenen hebben. Nou, daar reken ik altijd op. Dit hou ik altijd in mijn fietstas. En als ik dan ergens kom, dan zeg ik gelijk meneer, ik heb dat en dat bij me en dan kan ik er toch even op. Maar helaas voor Henk blijft de poort voor hem vandaag gesloten. Wij hebben meer geluk en mogen wel binnenkijken. Een groot deel is hier in de stijgers gezet, zodat de brug kan worden gestraald. Dus dan worden de roestlagen verwijderd. Vervolgens wordt hij in de pruimer gezet, ofwel hij wordt in de grondverf gezet. En zodra dat klaar is, kan de oorspronkelijke kleur weer worden aangebracht. Het beweegbare middenstuk van de hef ligt verderop in de Merwehaven voor een opknapbeurt. En als die klaar is en dat verloopt allemaal voorspoedig, dan kan die hier teruggeplaatst worden. Maar het hele werk, dat is eind van het jaar klaar. Wat betekent de hef voor u? Nou ja, omdat ik daar dikwijls overheen heb gereden met de trein naar Hoek van Holland en zo. En dan vond ik dat djunke. Dat vind ik altijd zo prachtig. De oplevering van de hef wordt op gepaste wijze gevierd. Maar hoe is nog onbekend. Voor heffanaat Henk is het in ieder geval te hopen dat hij binnenkort een keer kan kijken op het bouwterrein.